Sint Vincentius Ziekenhuis heeft vanmorgen een heugelijk feit mogen vieren. Namelijk het in gebruik nemen van medische apparatuur. De apparatuur is gedoneerd door Cosmos Energy. Manoj Hinduri, algemeen directeur van het ziekenhuis, zegt dat ze een partner hebben gevonden in Cosmos Energy. Volgens Hinduri hebben beide organisaties één ding gemeen. En dat is hun social responsibility teruggeven aan de samenleving, maar dan in de gezondheidszorg. Een sector die zo belangrijk is voor onze samenleving. Een sector die het moeilijk heeft, dat weten we uit alle berichten. Maar die toch wel een helpende hand verdient. En daarom heeft Cosmos Energy ook via Mike gezegd, wij gaan het Vincentius Ziekenhuis helpen een deel bij te dragen om de zorg te ondersteunen. Dus u ziet het, wij van een klein middelgroot ziekenhuis met de passie om patiënten op te vangen, te behandelen, te verzorgen en beter naar huis te brengen. En een bedrijf met de passie voor olie vinden elkaar op het gebied van zorg bieden aan de samenleving. Dat is geweldig. Maar het blijft niet alleen bij apparatuur aanschaffen en dan plaatsen op een afdeling. En dat is het dan. Dit past in een visie. In een visie van het Sint Vincentius Ziekenhuis. Dat het draait om een gezonde start voor baby's. Baby's die in ons ziekenhuis worden geboren. Ja, natuurlijk, wij zijn verantwoordelijk voor wat er in het Vincentius Ziekenhuis gebeurt. Maar zie het ook symbolisch voor baby's die in Suriname ter wereld gebracht worden. Kleine Die Surinamers verdienen een gezonde start, benadrukt Hinduri. Daarom is er gekozen voor goede verlosbedden. Ook is ervoor gekozen om baby's die in ademnood komen te verkeren, te helpen. Daarom is een Neopuff beademingsapparaat voor zuigelingen op de lijst geplaatst. Ook een operatiekamerlamp op de lijst gezet. Want er zijn nou altijd eenmaal seksio's, babytjes die op de operatiekamer ter wereld komen. En daarvoor moeten de gynaecologen een goede lamp, goed instrumentarium, laten we niet vergeten, maar in deze een goede lamp hebben om de baby veilig ter wereld te brengen. Kortom, in het kader van baby-friendly hospital. En we gaan verder, dat is onze visie, maar we gaan door. Want ik kan het u verklappen, en dat hebben we onlangs besproken, dat wij hier in het Sint Vincentius Ziekenhuis een certificaat willen behalen als het eerste baby-friendly hospital in Suriname. Medische apparatuur die we geschonken hebben samen met ons partner Chevron. Cosmos Energy is een Amerikaans oliemaatschappij. We zoeken naar aardolie voor de kust van Suriname momenteel. Dus hopelijk duimen jullie voor ons zodat we meer van zulke momenten kunnen hebben. Verder kan ik zeggen dat Cosmos een filosofie heeft dat ze even goed willen zijn met het vinden van olie, maar ook bovengronds met haar community work en teruggeven aan communities waar wij operaties hebben. Zo is HSC, Health Safety and Environment, een belangrijk aspect binnen Cosmos Energy. Zo heb je het health factor, gezondheid, waar wij heel erg discipline erin brengen, waarbij we de nodige support geven aan ziekenhuizen zoals Sint Vincentius Hospital vandaag. Omdat wij weten dat ons personeel ook gebruik van kunnen maken, maar vooral het totaal gemeenschap. Tot zover Mike Rissomardono, External Affairs Manager van Cosmos en daarvoor algemeen directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis. Ze spraken vanmorgen bij de ingebruikname van de medische apparatuur voor de verpleegkundige afdeling die door Cosmos Energy is geschonken aan het ziekenhuis.